rooms, I count them. Welkom bij een nieuwe video van Belgian Gameplay. Vandaag ben ik hier op GTA 5 en ik heb een nieuwe brommer gekocht. Deze brommer gaan we zo meteen pimpen en we gaan ook eens testen of die goed rijdt. Dus ja, dat gaan we doen in deze video. En let's go. Even kijken. 160. Oh, hallo. Natuurlijk gaan we beginnen met de kleur. Ja, ja, ja. Oh, wat? Ik kan niet veranderen aan kleur. Oh wow, die crow emblem van boven. Oh, ik wist niet dat ik deze niet kon veranderen van kleur. Nou, op zich, ik vind het wel graaf hoor. Deze kleur, dus... Valt allemaal nog wel mee. Turbo, ja, we gaan eens... Oké. Zo, dan hebben we turbo in ieder geval, hè. Explosie, ja, misschien lights, headlights. Oeh, nou sowieso deze. Weet, ah, hoeft niet. Nou, die spelers zijn ja. Oh, is er twee verschillende wielen? We hebben dan twee verschillende. Hoe noem je het? Belgen. Nee, ja, dit is ook niet gewoon chrome rims. Dus in deze pakje. Wow, dat is wel gekke dingen, man. Wauw. Ja, ik ga deze pakken voor de achterste. If that car was a woman, I'd guess her. Okay, it's so echt raar dat hij al twee verschillende velgen heeft. Deze heeft wel iets. Wow, is wel nice. Heid, we gaan het zo doen. Tire smoke, tire design. Wat houdt hij in? Oh, dat is smoke. Nee, tire design, wat houdt het in? Custom tires. Oh, zo, oké, ik snap het. Nee, smoke willen we wel. Wat kleur zou ik pakken voor de smoke? Ben ik van twijfel dat ik moet wel pakken. Ja, nou we pakken deze, is goed. Paars. Is er nog iets wat we echt cool kunnen aanpassen? Nee, moet er niet hebben. Jammer van die respray, want dat zou echt wel dood voor je zijn. Explosives? Nee. Misschien wel, ja, een loop pakken. Maar dat kost wel wauw. Let's go! Oké, we zijn er klaar mee. Zo. Lekker hoor, ja. De brommer is wel dik. Ah, ik vind het echt heel jammer dat ik hem niet van kleur kan worden. Oké, op zich vind ik het wel mooi, maar misschien een andere kleurtje of zo. Oké, even kijken naar de smoke. Oh ja, perfect, past er heel goed bij. Dit is op zich wel heel dood. Alright, let's go. Even een testritje doen. Hè. Dit
beste. Jullie. Oh, wow, wow, wow. Oké, dat was de toeter. En dat gaan we nog niet opstaan. Oké, oké, oké. Ah ja, de turbo staat er nu ook op, hè. Oh, die paal, die was zo close. Oké, okay, hier gaan we een wegetje met heel veel bochten, dus is het toch wel fataal of wel super cool. Eén van de twee. Oké, okay, heel fataal. Nee, hier was een. Oké, de bedoeling was om die gast gewoon aan te rijden en niet zo'n heel jumping, maar oké. Okay. Jumping. Gaat ook wel netjes. Nog eentje proberen. Dat was heel pijnlijk. Oké, okay. Heel die lampjes er ook gewoon, hè. Geweldig. Kijk, normaal gezien moet er zo. Normaal gezien moet er nog een glazen ding aan hangen. Een glazen lampje. Hier is gewoon helemaal luxe, helemaal kapot. Oké, okay, ik heb nog wat stunts proberen te doen, hè. Dat komt hier, ja, dat is een goede ding hier. Oh no, wow, wow, wow! Oh shit! Ik kon gewoon mijn brommer uittesten en kijken wat ik nu aan het doen ben. Oké. Okay. Even snel naar de brommer. Ja, om de brommer. Ik heb nog één jump om de video af te pakken. Wow, hij is de beste ook. Oh, kijk je nog eentje? Nee, die kan ik niet, die kan ik niet. Oké. Okay. Ik kon ook wel één geslaagde stunt doen om de video af te sluiten. En deze was niet echt geslaagd. Snel. Hop. Nee, even. Dat is niet echt een mooie stunt, hè. Wacht, wacht, hè. Komt er eentje hoor, komt er eentje. Nee, dat is een stukje. Ja, ja, dit is perfect, dit is perfect. Ja, ja. Oké, okay, ja, die hele bom is natuurlijk best goed. Even terug opnieuw doen. Oké, okay, kijk, okay, dit is hem. Dit had ik niet. Of toch wel?